Welkom beste kijkers bij weer een nieuwe uitzending van Ondiep TV. We hebben weer drie nieuwe items voor u. In het eerste item zien we hoe DHSC een ontbijt organiseert voor haar jeugdleden. In het tweede item vraagt Wendy aan de Ondieper aan wie zij een aanzichtkaart zouden willen sturen. En in het derde item vertelt Adrie over haar poppenverzameling. Veel kijk en wijkplezier. Waarom is dit ontbijt georganiseerd? Ik denk voor de kinderen die niet te veel te besteden hebben thuis. Ja, dat kinderen soms ook geen lunch kunnen houden. De eerste activiteit die is georganiseerd naar aanleiding van de benefietavond is een door DHSC georganiseerd ontbijt. En Ondiep TV ging kijken. Nou, laat ik vooropstellen dat dit natuurlijk een fantastisch initiatief is. Dat we dit mogelijk kunnen maken door een mooie benefietavond waar we geld voor opgehaald hebben. Om dit soort dingen dus te organiseren voor de wijk Ondiep, maar ook voor de club als DHSC. Wat we gewoon de laatste tijd zien is veel armoede, veel mensen die de contributies niet kunnen betalen. Veel kinderen die met honger naar de club komen en eigenlijk met een lege maag gaan voetballen. En dat is wat wij niet willen als DHSC. En daarvoor organiseren we vandaag een ontbijt waar kinderen een broodje kunnen eten. Om ervoor te zorgen dat ze in ieder geval niet met een lege maag het veld betreden. Heel veel mensen heeft het nu nodig met moeilijke tijden. Nu zitten we echt in moeilijke tijden. Dus dit kan... Niet elke maand, maar echt om de 3 maanden, 4 maanden mag gebeuren. We willen ook gaan kijken naar dat mensen gewoon vrijuit kunnen douchen bij ons op de club. Want we weten allemaal, de stookkosten die lopen alleen maar op. Dus we willen mogelijk maken dat niet alleen de DHSC-leden, maar ook de mensen uit de wijk Ondiep bij ons kunnen douchen. We willen huiswerkbegeleiding gaan bieden voor onze jongeren bij DHSC, maar ook voor de wijk Ondiep. Dus we willen veel meer facetten inzetten om de leden van DHSC, maar ook de mensen in de wijk Ondiep daarin te ondersteunen. Ik vind dat heel goed. Nee, ik vind het echt. Je merkt inderdaad dat nu steeds meer ouders het moeilijk hebben om inderdaad een ontbijtje te krijgen. En je merkt ook dat het soms gewoon inderdaad naar de sport worden gestuurd zonder ontbijt. Dus dat ze dit doen vind ik echt geweldig. En wat voor soort activiteiten zouden nou nog meer gedaan kunnen worden om deze mensen te ondersteunen? Ja, bijvoorbeeld ik heb 3 kinderen, dus ze kunnen een beetje korting geven. Kunnen ze dat doen. Ze doen het ook met termijnen, met betalen doen ze ook niet moeilijk gelukkig. En vooral met kleding en zo, dus het is heel erg duur. Ja. Met pakjes van kinderen kunnen ze ook helpen. Dus heel veel mensen hebben niet bereid om dat te kopen. Maar sommige mensen doen dat met sponsoren. Dat helpt het ook wel een beetje voor de ouders, zeg maar. Dus ik moest zelf 2 keer kopen. En 1 keer hebben wij gekregen van sponsor. Dat vond ik heel geweldig, zeg maar. Nou, je kunt ze ondersteunen door inderdaad sportkleding mee te geven. Of inderdaad de contributie of lager te maken. Of helemaal gratis te kunnen maken. Dat kinderen blijven sporten en bewegen. Want dat is ook heel belangrijk. Hey, nog 1 vraag. Is het een leuke club, DHSC? Ja, zeker. Goede spelers. Ze worden vaak kampioen. En het is gewoon gezellig. We sturen steeds meer digitaal. Maar ik heb een stapeltje aanzichtkaarten en ik ben benieuwd of de Ondieper die gaat versturen. En naar wie en waarom? Ik ben benieuwd. Zou u een kaart willen uitzoeken naar wie u een kaart wil verzenden? Oh, deze vind ik heel mooi. Waarom vindt u die kaart het mooist? Ja, ik heb iets met vlinders. Ja. Dat is als ik ergens ben en er komt een witte vlinder, dan denk ik... Dat zijn de mensen die boven van mij, zeg maar, naar boven zijn gegaan.
creatief, met bloemetjes, vrolijk. Er zit een strikje omheen. Ja, deze. Heeft u al enig idee naar wie u die wil versturen? Naar een hele goede kennis van mij. Een soort adoptiedochter. Ja, ja. Ik zou hem naar mijn zwager willen sturen. Voor een steuntje in zijn rug. Omdat zijn vrouw een paar maanden terug overleden is. En we hebben heel goed contact. Mijn man is ook 8 maanden geleden overleden. En wij kunnen heel goed met elkaar opschieten. En dat is voor een steuntje in zijn rug. Naar mijn nicht Mieke. Omdat ik een natuurmens ben. Ja, dat kan iedereen zijn. Mijn schoonzuster, mijn schoondochters. Maakt niet uit. Nee, eigenlijk niet. Nee. Met een speciale gelegenheid. Ja, ik heb haar moeder verzorgd. In het Oude Rijn ziekenhuis werkte ik toen. En dan ben ik tot aan het laatste bijgebleven. Want ze had hele die ernstige ziekte. En toen heb ik met haar moeder afgesproken dat ik op haar zou passen. Dus ik heb haar eigenlijk tot mijn adoptiedochter. Ja. Omdat mijn nicht Mieke een beetje licht gehandicapt is en ook een natuurmens is. En ik doe er het grootste plezier mee als ik zulke hard zou sturen. Ja. Nou, toevallig is een zaterdag mijn schoondochter jarig, dus dan zou ik hem aan haar geven. Waarom verzamelt de bewoner van nummer 27 in het Ondiep allemaal Betty Boops? Ja, de eerste die eigenlijk gekomen is, is verpleegsters Betty Boop. Als grap voor mijn broer, omdat hij geopereerd werd aan blaaskanker. Ik zocht eigenlijk iets, toen een beeld waar het eigenlijk bij paste, een ziekenhuis. Dat was toen net Betty Boop. Dus je had die gekregen. En daarna zijn er alleen maar meer bijgekomen. En waarom ben je dan meer gaan verzamelen? Omdat we eigenlijk steeds meer zagen. En ons interesse kwam bij, ja. En op de kermis kwamen we ze iedere keer tegen. Dus daar gingen we op spelen. Dus, Nou, naast dat je Betty Boops verzamelt, verzamel je ook Barbies. Ja. Waarom? Dat is iets wat van mij uit mijn jeugd al. Dus van kleins af aan spaar ik ze. En wat is daar zo leuk aan? Hoop verschillend. En je ziet toch in de jaren tijd steeds meer veranderen. Dus, en wat verandert er dan? Uiterlijk, porselein. Je hebt nu degene bij met een kunstbeen. Komen er met degene met een gehoorapparaat komen er. Wat is je leukste Betty Boop? Ja, toch wel op de motor. Op de brommet. Omdat we daar met een flipperspel hebben gespeeld. En echt wel een hoop punten moesten hebben. En we werden op laatst knettergek. En we wouden dat ding hebben. Dus, en er zijn er maar iets van. Ook maar heel weinig van gemaakt. Er zit een certificaat bij, dus. Wat zou je nog meer voor je verzameling aan te vullen willen hebben? Ja, hopen we speciale. Met de hondjes. Maar ja, die zie je niet zoveel. Ja, verschillende, maar. Dan moet ik echt diep in mijn geld buiten zakken. Dan moeten we eerst even flink wat winnen. En vind je niet erg dat het helemaal vol staat in je huiskamer? Want je leeft hier natuurlijk ook in. Ja, nou, ik ben het gewend. Zolang dat ik langs kan lopen, vind ik prima. En degene die de opmerkingen hebben, dan zeg ik altijd, woont u hier of woon ik? Hoe geniet je ervan? Nou, ik geniet er heel veel van. Want binnenkort met de Keesboom is het nog mooier. Er komen haast geen ballen in te zitten. Ja. Maar er komen er vooral ornamenten in te zitten. Ornamenten? Van ja. Barbie. Dus jij hangt in plaats van ballen Barbie in de boom? Ja. Ja, en dan een paar nijntjes ballen. Deze heb ik gekregen toen, met Sinterklaas toen ik 6 was. Ja. En hoe oud is deze dan?
Deze is denk ik ook rond van de jaren 90. En waar ga je die nou een plaats geven? Die gaat naar boven. Die gaat naar boven. Dus boven heb je ook nog het een en ander staan. Ja, en nog heel op in doos. Want ik heb natuurlijk periodes voor kerst, Pasen. Wat is hier speciaal aan? Eerst omdat deze niet zoveel gemaakt worden. En alles heb ze nog. En de kleding is nog puntgaaf. Nou zie ik ook Donald Duck te liggen en Bambi, geloof ik. Ja. En zit daar ook nog een verhaal bij? Ja, die spaar ik ook. Want ik ben heel gek op Walt Disney. Ja, en ook veel van Star Wars. En hoe lang denk je er nog mee door te willen gaan? Zo dadelijk dat ik leeft. Dit was het weer voor deze week. En wilt u ook vrijwillig verslaggever worden bij Omdiep TV? Meld u zich dan aan via onze website. Tot de volgende keer.